Het Franse balspelletje Jeu de Boule wint aan populariteit in onze eigen regio. Jeu de Boule, dat spel waarbij je met een metalen bal zo dicht mogelijk moet uitkomen bij dat ene andere gekleurde balletje. Jeu de Boule trekt vooral de wat oudere speler. De nadruk ligt tenslotte op behendigheid in plaats van op fysieke kracht. Er is weinig of geen uitrusting voor het spel nodig en ook weinig infrastructuur. Maar toch, een eigen Jeu de Boule baan in je eigen dorp is wel erg fijn. We zijn de gast bij de Jeu de Boule baan in Buchten. Een aardig succes zo te zien. Dat mag ik wel zeggen, ja, dat een succes is. Wie verklaart voor het succes? Nou, ik denk dat we het eigenlijk een gemis vonden dat er hier in Buchten geen Jeu de Boule baan wordt. Toen werd het geopperd van wat kunnen verboeten dat we eigenlijk alle probleempjes, alle ogen en oren voor het dorp zijn. Wie kunnen voor het dorp versterken om dus ook dingen te doen wat jullie leuk zouden vinden. En toen kwamen we op het idee om te zeggen van we gaan proberen om een Jeu de Boule baan te realiseren in Buchten. We hebben toen op een gegeven moment gezegd we maken een werkgroepje samen met veel andere mensen. En toen hebben we gezegd van kijk, nu gaan we plannen en gewoon kijken van hoe kunnen we die Jeu de Boule baan nu in Buchten realiseren. We hebben toen een 4 à 5 plekken bekeken. En uiteindelijk is dit de plek geworden waar we van dachten, dit is de ideaalste plek. Op het moment dat deze, moest natuurlijk wel gaan zeggen van ja, kent dat, mocht dat, kent het gerealiseerd worden. Je moest rekening houden bijvoorbeeld met het beeld wat voor hier achter ons hebben, of voor ons hebben staan. Dat is van de carnavalsvereniging. Ja, willen die mensen dat wel, dat we hier op een gegeven moment een baan achter gaan laten liggen? We hebben ook de omgeving ervoor nagegaan en aan de mensen gevraagd van als we hier een Jeu de Boule willen maken, heb je er bezwaar tegen, heb je er problemen met? We hebben toen wel afgesproken met de mensen van, we doen dat alleen maar als er daglicht is, we gaan dus geen lampen, we gaan geen muziek en wat dan ook op een gegeven moment. Nee, het moet dus gewoon een activiteit zijn. Nou, dat is er uiteindelijk van gekomen dat via natuurlijk de gemeente, want er moesten uiteindelijk centjes vandaan komen, hebben we gezegd van, nou, wie gaan we dat verder aanpakken? Nou, ze zeiden van, we hebben er iemand voor die al in die dorpen die in Sittard-Gein liggen, die hebben al op een gegeven moment een Jeu de Boule baan. Dezelfde aannemer kunt dus ook zorgen dat je hier een Jeu de Boule baan krijgt. De gemeente staat steeds vaker open om samen met de burgers een baan aan te leggen. In Neerbeek is er een initiatief. Nou, dat wordt best een goede opkomst. Ik wist niet wat het kernenbeleid eigenlijk allemaal inhield. Maar ik dacht van nou, als minst van het dorp moesten er toch heen. Nou, dat wordt een flinke opkomst, vond ik zelf. Er wordt van alles besproken. Wat nu ook op het dorp, wat hun, wat ze hier wouden, hoe ze hier dan gedaan wouden hebben. Ook het drukke verkeer hier door de straten. Met name de Jeu de Boule baan komt ook aan de orde. De gemeente staat niet afwijzend tegenover een Jeu de Boule baan in Neerbeek. Volgens wethouder Huub Hotselmans, verantwoordelijk voor het kernenbeleid in de gemeente Beek, past het prima in de visie van de gemeente, waarbij het draagvlak vanuit de burgers eigenlijk het belangrijkste is. Kieken door het aantal handtekeningen wat ik nu is aangeboden en gewoon straks allemaal ja, bestuderen natuurlijk. Dan denk ik dat ook door moet vloeien. Dat er heel veel draagvlak in Nederland is om te komen tot de aanleg van die Jeu de Boule baan. Financiering is ook al even aangereurd. Het is zo geweest dat vorig jaar er sprake is geweest van enige overlas van Sabiek. En Sabiek heeft toen mij toen gebeld en heeft gezegd van de gemeente kreeg van ons een bedrag, de gemeenschap van Neerbeek kreeg van ons een bedrag van 2000 euro. Ik dacht eigenlijk van, kijk, die zijn sportvelden, die zijn gerealiseerd. En dan zo'n simpele Jeu de Boule baan, wat een paar duizend euro gaat kosten en wat zo gerealiseerd moet zijn. Dat is van de zotte, dacht ik. Initiatiefgroep in Neerbeek hoopt om met Pasen het balspel in Neerbeek te kunnen gaan spelen. En in Buchten is de baan sinds vorig jaar al een feit. Een baan die er een behoefte voor ziet. Ja, we zien namelijk aan de animo van de mensen dat het inderdaad wel leuk is. En dat er ook mensen zijn die niet Jeu de Boule toch op een gegeven moment dit ook een soort ontmoetingsplek vingen. Want de kinderen gezeten weer op de bankjes die we hier achter ons hebben staan. De kinderen op een gegeven moment gekrald weer over andere dingen, probleempjes of dingen die in het dorp gebeuren. Seb is een goede Jeu de Boule. Dat is een goede bal.
Waarom is dat een goede bal? Omdat dat behoorlijk kort op die link. Ja, behoorlijk kort. En dan is het aan hun de beurt om of mee weg te tikken of korter door bij te komen. Wat is nou de bedoeling van het Jeu de Boel? Veel plezier maken. Ja. En dat heb je? En dat hebben we. En we blijven er gezond bij. Bucht het Jeu de Boel imperium van Sittard Gelijn? Als ik het qua ligging en qua mooie uitzien van de baan, dan zeg ik ja, dan heeft Bucht de mooiste baan.